Als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt of zo, denk je van nou, het komt bij je hoofd weg. Maar het hoeft helemaal natuurlijk niet. Het kan best zijn dat een orgaan niet voldoende werkt of dat er ergens in je rug een blokkade zit. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om echt ja, de hele voet te behandelen. Het is natuurlijk ook holistisch, dus het is goed voor ja, je geest en voor je lichaam dat alles weer een beetje in balans komt. In deze aflevering van mijn spirituele zoektocht ga ik op bezoek bij Wilma Kwekkeboom. Wilma is natuurgeneeskundige en gespecialiseerd in voetreflextherapie. Wilma hielp mij tijdens de zwangerschap middels voetreflex met de draaiing van onze baby. In deze aflevering vertelt zij over de werking van voetreflex en bij welke lichamelijke klachten het allemaal kan helpen. Ik werk altijd zonder handschoenen, zodat er ja, meer energieoverdracht is. Ja, en heb je ook wel eens met mensen die... Ik ben ook wel gevoelig aan mijn voeten, zo minder geworden. Maar heb je ook wel eens mensen die daar echt niet tegen kunnen? Ja, zeker. Ja, zeker wel mensen. Ja. En, wanneer, en heel vaak gaat dat wel gepaard bij ja, hooggevoeligheid. Ja. En, ja. En ja, ik heb twee methodes. Een pittige, die kun jij inmiddels wel verdragen. We zijn bij jou ook volgens mij begonnen met een zachtere. Ja. En... ja, dat, zo kan je het ook gewoon heel goed opbouwen. Ja. Wat je aan kunt of zo een beetje qua gevoel. Ja, precies. Ja. Ja, ik vraag ook altijd wel even van, is de druk goed? Is het te hard of te zacht? Ja. Zeker in het begin. Op een gegeven moment weet je dat natuurlijk wel van iemand. Maar ja, dat is gewoon wel heel belangrijk. Want iemand moet natuurlijk niet tegen het plafond aangaan. Nee, ja, bij mij kriebelde het vroeger altijd, maar ik moet zeggen dat dat nu ook wel, dat het wel goed gaat. Ja. Ja. Nou, dit is even lekker een ontspannende greep. Lekker het losmaken. Ik begin altijd met de linkervoet. Eventjes zorgen dat het lichaam zich openstelt. Want links is voor gevoel? Ja. De linkervoet staat voor gevoel, ja, hè? Ja, links is je gevoelskant. Ja, zeker. Ja, en rechts is rationeel, dus het denken. Dus dat kan van invloed zijn. Je hebt op de voeten allerlei punten die weer corresponderen met organen, spieren, pezen, botten, van alles, zenuwen in het lichaam. Ja. En door die te behandelen, zorg je dat er gewoon een goede doorbloeding is. Er komen... allerlei afvalstoffen vrij die je kwijt kunt raken. En daarbij is het heel ontspannend. Het haalt heel veel stress uit het lichaam. En het is gewoon een hele fijne therapie. Ik denk dat het wel een van de fijnste therapieën is wat er bestaat. Want het is ook heel erg prettig. Ja. Ondanks dat je soms wel pijnpuntjes zult voelen, kan het toch heel erg... prettig zijn. Ja. Mensen die met klachten komen, weet je, als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt of zo, denk je van nou, het komt bij je hoofd weg, maar het hoeft helemaal natuurlijk niet. Het kan best zijn dat een orgaan niet voldoende werkt of dat er ergens in je rug een blokkade zit. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om echt de hele voet te behandelen. Het is natuurlijk ook holistisch, dus het is goed voor je geest en voor je lichaam, dat alles weer een beetje in balans komt. Ja. En komt dit uit de oudheid? Hè? Klinkt dat misschien een beetje, waar komt dit vandaan? Van heel nou, het is een methode die al wel 5000 jaar bestaat eigenlijk. En het komt uit India, China, die kant weg. Ja. En je kunt ook op hiërogliefen, nou, de tekeningen in rotsen en zo, kun je ook zien dat mensen elkaar al aan de voeten zaten. Dus dat is echt? Ja, dus dat is echt wel heel mooi. Het is echt gewoon heel oud. En ja, weet je, als het niet iets zou doen, dan zou het al lang niet meer bestaan. Nee. Zeker in deze westerse wereld is dat zo natuurlijk. En daarbij, je kunt ook heel mooi zien als je de voeten aan elkaar zou doen. Dit is je hele lichaam. In het midden zit je ruggengraat. En alles wat links in je lichaam zit, zit links op de voet. Wat rechts zit, zit rechts op de voet. Zoals hier heb je de lever, die heb je aan de rechterkant, hart aan de linkerkant zit aan die kant. Oh, dus het is niet zo lekker. Het is niet helemaal exact hetzelfde. Loop van de darm, de dikke darm,
gaat hier weer door. Dus ja, er zit wel zeker verschil in. Ja, wat ik heel bijzonder vind, is dat je dus ook, want nou ja, in dit geval lag onze jongste met het hoofd naar boven voor de bevalling, handig ja, als die draait. Dat was nog niet zo. Jij doet dus ook echt dingen met of mensen die zwanger willen worden, of ja, mensen die waarvan de baby moet draaien. Ja, kun je zeker daar wat over vertellen? Ja, nou, bij het, laten we beginnen ja, dan bij het ja, zwanger worden. Er ja, zijn best wel veel mensen die al eventjes bezig zijn ja, waar het gewoon niet lukt. En waar eigenlijk niet helemaal duidelijk van is van dat er echt een mankement is of nee, zo. Want ja, als er een mankement is in het lichaam, dan kan je natuurlijk niet zoveel. Maar wanneer er eigenlijk geen aanwijzing is dat er ja, iets medisch niet goed zit of zo, dan kun je soms best wel veel ja, daarmee doen. Ja. Het brengt echt ja, de hormonen eventjes weer in balans. Ja. En, ja, ik heb bijvoorbeeld ook een voorbeeldje van een jonge vrouw die wilde niet zwanger worden, maar die menstrueerde al een anderhalf jaar of zo niet meer. Nee. En door toch te behandelen, toen was het echt na een week dat er ineens heel veel acne uit haar gezicht kwam. Echt ontzettend erg, wat natuurlijk niet fijn is, maar het was wel een teken. Het moest eruit. Ja, dat ja, er wat gebeurde in ja, het lichaam en ja, ja, dat er een disbalans ja, toch was. En na, nou, volgens mij 2 maanden of zo begon ze weer te menstrueren ook. Ja. Dus dat zijn echt hele wow, mooie voorbeeldjes. Ja, ja, en dat zijn wel de mooie dingen waar ja, je het voor doet. Ja, ja, en dat draaien, hoe heb je dat ja, toen aangepakt? Hè? Want nou ja, toen ging het over dat het fijn zou zijn als Marijn zou draaien. Ja, ja. Hoe kun je dat, kun je een bepaald stuk van de voet masseren wat dat stimuleert dan? Of hoe? Ja, het is zo dat je inderdaad alleen op de voeten werkt. In het ziekenhuis wordt er vaak een poging gedaan ja, op de buik. Ik zit totaal niet aan je buik, maar nee, alleen op de voeten. Ja. En er is toch een bepaalde draaiing. Je gaat kijken van hoe ligt het kindje? Moet het die kant omdraaien of moet het naar de andere kant ja, omdraaien? Nou, en dat ga je dan meenemen. En dat doe je ook op de voet, die draaiing. Ja. En ja, er zijn natuurlijk gebieden wat correspondeert met baarmoeder en zo. Dus ja, ja, die ga je dan proberen een beetje te stimuleren. Ja, ja. En daarnaast met moxa, dat is een soort Chinese sigaar, als ja, het ware. Ja. Hij kan stinken. Ik heb reukloze, tenminste, bijna ja, reukloze. Ja. En die kun je dan eigenlijk elke keer op een bepaald punt op de tenen ja, houden. Ja. Wat het ja, effect heeft dat de baby actiever wordt en hopelijk ook ja, mee gaat draaien, mee gaat werken. Ja, ja. Wauw. Ja. Wat mooi. Maar hoe ben je hier tot gekomen dat je dit bent gaan doen? Met voetreflex. Ja, dat. ik kom eigenlijk uit de kinderopvang, dus ja, het is echt iets heel anders. Ja. En ik heb ook naailes gegeven en zo, dus iets heel anders. Ja. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in alternatieve dingetjes, veel met zalfjes en dat soort dingen bezig. En ja, ik heb een zoon die verstandelijk gehandicapt is. Die woonde toen nog thuis, maar ja, toch een leeftijd dat hij toch een keertje op zichzelf ja, ging wonen. En ja, toen had ik zo van, ja, maar ik wil ook iets overdag gaan doen, zodat ik straks niet in een gat val. Nee. En toen hoorde ik dus van een buurvrouw, die ging deze opleiding doen. En was helemaal enthousiast, waardoor ik ook heel enthousiast ja, werd. En toen ben ik eigenlijk met haar meegegaan, heel spontaan ja, en helemaal blanco ook in. Dus ja, ik heb echt vanaf het begin alles moeten leren en zo, ja, maar het lag me wel heel goed. Ja. Dus, en je ja, kunt echt mensen helpen met echt problematiek, ja, wat jij net ja, al zegt. Ja, hè? Ja, ik vind het ook erg leuk om ja, met mensen te werken en gewoon die rust en ja, ja, toch naar het geheel te kijken. Ja. Dus ja, en op de voeten kun je soms dingetjes nog weer uithalen ja, waar mensen ook verbaasd over zijn, dat je dat dan aan de voeten kunt zien of zo. Ja. Dus ja, ja, het is ja, gewoon een heel mooi vak. Ja. Ja, en je zei dat het ook wel echt helpt tegen mensen die nog een beetje klachten hebben van, met ademhaling, rondom ja, wat natuurlijk nu allemaal heeft gespeeld. Ja. Dus ook daar is zo'n behandeling natuurlijk ja, wel heel prettig. Ja, voor. Zeker. Ja, 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 bij ja, mensen met longklachten ja, van COVID ja, ja, kun je inderdaad wel wat doen. En ja, mensen ook die astmatisch zijn ja, bijvoorbeeld of zo, toch zorgt dat er wat meer lucht komt. Ja. Dus ja, en van alles eigenlijk mooi, wel, ja, ja, ja. En je hebt nog wat met bachbloesem staan. Kun je ja, daar nog kort wat over vertellen, ja, wat je daarin doet?
doos van de Bach met 38 remedies. Ja. Bachbloesems zijn ontwikkeld door een homeopaat. Het is geen homeopathisch middel. Het is meer een aftreksel van planten, bloemen, ja, bomen en zo. Er zitten dus geen plantresten in. Nee. Maar, en het werkt dus heel energetisch. En ja, het werkt heel veel op de emoties. Er wordt dus gezegd van alles bestaat uit trillingen, maar emoties bestaan ook uit trillingen. Ja. En wanneer er dus een angst is bijvoorbeeld of zo, dan kun je dus op een verkeerde trilling zitten, waardoor je dus daar niks meer mee kunt. Komen er ook wel eens mensen bij jou met die eigenlijk het antwoord op hun klachten niet kunnen vinden in de reguliere zorg, zeg maar? Ja, eigenlijk wel heel erg vaak. Ik heb nu pas ook een nieuwe cliënte die veel last van haar rugbenen heeft met het opstaan en het gaan zitten juist. En ze was dus bij fysiotherapie en draaineling heeft ze gehad en zo. Ja. Zijn de bovenste spieren in de bil waar ze last van heeft. Ja. En de klacht werd eigenlijk niet minder. En ja, dat is natuurlijk heel frustrerend. Ze heeft er al volgens mij een jaar of zo last van. Ja. En het werd niet minder. Dus ze heeft dit geprobeerd. En na één behandeling, het is op woensdag geweest. En zaterdags kreeg ik bericht van haar dat ze helemaal zonder pijn opgestaan was. Wow. Dus dat is wel geweldig om dat te horen natuurlijk. Ja. Want de behandeling werkt ook vaak een dag of drie, vier nog door. Ja. En dat is anders dan men denkt vaak. Men denkt dat het op dat moment helpt. Er is ook ooit wel onderzoek geweest met iemand onder een scan lag. En tegelijkertijd dus behandeld werd met voetreflex. En dan kon je heel goed zien dat de tenen die corresponderen met de ogen, dat daar echt in het hoofd activiteit te zien was. Ja, wow. Ja, dus dat is echt heel mooi. En na de tijd, als je dan weer stopt, dan is die activiteit weg. Dus men denkt dan van dat was het. Dat werkt alleen op dat moment. Maar zo is het niet. Het werkt gewoon vaak nog door. Want je zet gewoon wat in beweging. Ja. En het lichaam moet het oppakken om het te gaan verwerken. Ja. En dat gebeurt dan vaak na de tijd. Ja, wat mooi. Ja. Dat is wat mooi wat je met de voeten eigenlijk allemaal in beweging kan zetten. Ja. Ja, want dan sta je toch soms wel versteld van zelf ook nog hoor. Zoals deze mevrouw wat ik net vertelde, dat het dan zo mooi werkt. Terwijl ze van alles al gedaan heeft en zo. Ja. En er is ook een verloskundige praktijk die mensen doorverwijst voor eventueel zwangerschapsklachten. Of wanneer de bevalling niet wil beginnen. Dan kan het soms net het setje zijn om het in gang te zetten. Ja. En er is nog PA van een huisarts die dus ook zelf de mensen ziet. En wanneer iemand met allerlei klachten elke keer weer terugkomt en het is niet duidelijk en ze kunnen niks vinden, dan stuurt hij ook nog wel eens door. Oh, okay. Of als hij denkt het is misschien te veel stress. Ja. Dus stuurt hij ook vaak mensen door. Dus dat is toch ook wel een teken dat andere mensen het ook zien dat het wat doet. Ja. Ja. Wow. Ik zie al dat je helemaal een beetje loom begint te worden. Ga eens even lekker zo ontspannen. Ja. Het is ook wel vaak, zeker bij de eerste behandeling, dat mensen heel erg moe zijn na de tijd. En het begint vaak al tijdens de behandeling. Dus dat is wel een teken dat er dan wat gebeurt. Ja. Ook goed voor kinderen?
Ja, dat kan zeker ook bij kinderen. Kinderen staan dichter bij de natuur, dus vaak heb je daar veel sneller nog weer reactie van dat het beter met ze gaat. Ja, ja weet je, het is heel holistisch en zo. Ja. Ik heb natuurlijk zelf wel ook mijn grenzen. Ik ben toch ook op een bepaalde manier wel nuchter genoeg zo van... misschien moeten we nu zo stoppen en toch verder zoeken of zo, weet je. Dat, Ja, je bedoelt als iets niet helpt. Als iets niet helpt, nee. Iemand moet zich er goed bij voelen. Ja. Het gebeurt heel vaak dat mensen toch met een klacht komen en dat het toch na een aantal weken een stuk verminderd is. En dat ze dan toch, preventief blijven komen één keer in de maand of zo. Ja. En daardoor toch die balans die ze hebben gekregen vast kunnen houden. Ja. En dan merk je ook wel als ze dan een keertje hebben overgeslagen of zo, dat ze er ook echt weer aan toe zijn. Dat de klachten toch weer ietsje terug kunnen komen. Ja. Ja. Een keer een oudere dame gehad met veel hoofdpijnklachten. En in de opleiding had ik gehoord van door de behandeling kan er gewoon een wervel die een beetje scheef zit weer recht schieten. En toen had ik ook zo van, zal wel. Ja. Maar met die dame is dat dus gebeurd. Oh. Dat, ze zat in de stoel en op een gegeven moment, ik hoorde een knakje en zij hoorde een knakje. Ze zegt, hoor je dat? Ja. Ik zeg, ja, ik hoor dat. En ze heeft daarna eigenlijk veel minder last van hoofdpijn gehouden. Oh. Ja, dus dat was ook echt heel bijzonder. Ja. Ja. Toen had ik zo van, nou, dat is dus echt zo. Ja. Ja. Heel mooi. Vaak ook mensen, dat merk ik ook de laatste tijd, mensen die toch een beetje door alles een beetje burn-out-achtige klachten hebben of wat stress of zo. Dat geeft ook vaak zoveel lucht bij mensen dat ze toch echt alles wat lichter zien. Ja. En er komt gewoon meer lucht in hun hoofd op de een of andere manier. Ja.